De Tour de France begint dit weekend, maar aan boord van het SS Rotterdam werd eerder deze week al een digitale tour gereden. Daarin deed onder andere de wethouder Sven de Lange mee, onder toeziend oog van oud-wielrenner Laurens ten Dam. Hij doet, ik zei net al dat hij wat meer mocht afzien. Hè? Nee, maar hij zat net lang mee in de eerste groep. En ik vind het wel leuk om dat Zwift van een afstandje te volgen. Dus ik heb genoten van hem en ik heb nog niet vaak zo'n fitte wethouder gezien. En voor mij is de fiets mijn uitlaatklep. Als ik een rondje Rotterdam, rond Rotterdam fiets, dan ben ik alleen. Kan ik gewoon eventjes mijn emoties kwijt. Maar denk ik ook na over wat er volgende week gaat gebeuren. Welke debatten er zijn. Wat mensen gaan zeggen. En dan bereid ik me eigenlijk voor. Ik heb in ieder geval nooit een moment achter mijn bureau met briljante ideeën. Dat heb ik vaak op de fiets. Naast de wethouder stapte ook oud-wielrenner Michael Zeilaert op de fiets om een digitale etappe te rijden. En dat viel niet mee. Je hebt 40 minuten om binnen te komen over 23 kilometer. Dus ik denk, ik ga het niet halen. Maar toen ging het hele team eromheen staan te schreeuwen. Dus ik denk, ach jeetje, volgens mij verwachten ze tot ik het toch ga halen. Dus het was op de laatste seconde. En het grappige is dat je, en dat had ik nooit verwacht. Wij zijn wel gewend als wielrenners om zeg maar een training te doen indoor. Maar dat je op dat scherm zo met de concurrentie aan het spelen bent. En je ziet dat je demareert en je wordt weer teruggehaald. En je ziet de tijden. Je voelt als je ziet dat je omhoog fietst. Dat er echt wattage druk op je benen komt. Dat je echt het gevoel hebt, ik fiets echt een berg op. Ja, of je nou leuk vindt of niet, je gaat gewoon mee in het spel. Ook als je bijna 50 bent. Heel leuk, zo'n tour op een computerscherm. Maar de echte tour begint zaterdag. En wie gaat hem winnen? Als ik nu mijn geld zou moeten inzetten, denk ik toch als hij meerijdt er ook niet. Nou ja, ik ga wel voor Tom Dumoulin. Aan het eind, ja, weet je niet. Ik denk toch Roglic. Ik denk dat de ploeg geweldig is. Misschien wel de sterkste ploeg sinds jaren natuurlijk. En dan Nederlandse ploeg. Ja, en het lijkt me ook geweldig. Weet, voor de Nederlandse wielrenner zou het super zijn. Maar laten we in ieder geval hopen dat het gewoon kan blijven rijden. Dat er niet weer iets raars gebeurt. Want ik denk dat we er wel naar snakken naar gewoon lekker een mooi event waar we van kunnen genieten. Zonder dat er van alles weer uitbreekt. Ja, Jumbo-Visma, die hebben de broek aan nu. Dus die gaan met het meeste zelfvertrouwen heen. En ik denk dat die het gaan afmaken. Ik zou het Marijn Zeeman ook erg gunnen, ja.